Het is even een heel ander onderwerp, maar daar zijn wel ontzettend veel vragen over gesteld. En ik krijg die zelf ook gewoon live nogal eens te horen. Laten we eens kijken naar een jongere die deze vraag zou willen stellen hier. Klopt het dat de Joden Israëli's veel van hun land, het huidige Israël, oneerlijk hebben verkregen van de Palestijnen? Ja, klopt het dat het dus oneerlijk gegaan is hoe het volk Israël het land heeft gekregen of afgepakt, hoor je ook heel veel in de media, van de Palestijnen? Nou, Jeannette kon ons daar vorige keer al iets over vertellen en gelukkig is ze bereid daar vandaag wat dieper op in te gaan. Hey, hallo allemaal. Dank jullie wel voor deze goede maar ingewikkelde vraag. En om de vraag te beantwoorden moeten we een geschiedenislesje doen. Geen zorgen, ik doe het snel en ik ga niet terug naar het begin. Maar de eerste constatering is dat er al vele eeuwen lang zowel Arabieren als Joden in dit land wonen. Eigenlijk moeten we even inzoomen naar de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Dan zijn er heel veel veranderingen in dit gebied hier. In de tijd van de Eerste Wereldoorlog hebben de Turken het voor het zeggen. Die verliezen in de oorlog en dan wordt het gebied hier opnieuw opgedeeld. Op grond van allerlei verschillende redenen, waaronder ook het feit dat het antisemitisme in Europa sterk toeneemt, wordt er besloten om links van de Jordaan een Joodse huis op te richten. De Volkerenbond, dat is de voorloper van de VN, die stemt daarover, stemt daarmee in. En vanaf dat moment hebben de Joden een volledig legitieme claim op het land. Nu wonen daar dus nog steeds, ook in die tijden al, Arabische inwoners naast Joodse inwoners. En daar begint natuurlijk het probleem. Op het moment dat Israël dus een internationaal rechtelijke legitieme claim heeft, zie je dat er niet van vandaag op morgen ineens een staat ontstaat. En in de jaren tussen de Eerste Wereldoorlog en 1948 beginnen Joden land op te kopen van Arabische landeigenaren. Eigenlijk zie je dat er tot aan 1948 geen bronnen zijn van Antje Pik. In 1948 verandert dat. Op het moment dat Israël zegt we zijn een officiële staat, wordt de oorlog uitgeroepen door alle omliggende landen en alle lokale Arabieren. Er ontstaat een zware strijd waarin vele gruwelijkheden gebeuren. Arabische inwoners worden uit hun huizen verjaagd, maar ook Joodse inwoners worden uit hun huizen verjaagd. Mijn eigen familie, de familie van mijn man hier, die woonde in de oude stad van Jeruzalem en die werden hun huis uitgezet omdat Jeruzalem in handen viel van de Jordaniërs. Bottom line, heel veel heen en weer, veel bloedbaden en heel veel van de pijn van het huidige conflict komt voort uit die oorlog. Maar er waren meer oorlogen en wat je iedere keer ziet is dat in de context van iedere oorlog geprobeerd wordt om Israël van de kaart te schuiven, dat dat niet succesvol is en dat Israël land verovert. Dat is internationaal rechtelijk oké. Israël was niet degene die de oorlog uitriep, dat waren de buurlanden en als je dan verliest dan heb je daar eigenlijk mee te dealen. Ik wil nog wel even inzoomen op iets meer micro. Omdat de Turken hier aan de macht waren, hebben de Turken bijgehouden welk stukje land aan wie behoort. En daar is af en toe nog wel discussie over, omdat het niet geheel duidelijk is. Een Joodse inwoner van Israël, stel hij wil een huisje bouwen in de Westbank, dan kan hij dat niet zomaar doen. Als er in de Turkse register staat dat het privéland is van een Arabische inwoner, dan mag hij daar niet bouwen. Er zijn gevallen geweest waar er op fout land gebouwd was, wat dus privé toebehoort aan de Arabische inwoners. En daar wordt iedere keer, er zijn natuurlijk veel nare incidenten geweest. We zien dat het Israëlische Hoge Rechtshof daar heel vaak ook instapt en oproept om de bouwsels weer af te breken. Dus daarvan zou je kunnen zeggen, daar zijn een aantal incidentele gevallen van landje pik geweest. Ter afsluiting, heel snel, stel, hè, er was sprake geweest van landje pik, dan nog zou ik zeggen dat is absoluut geen rechtvaardiging om baby's in hun bed te vermoorden. Daar zou ik graag nog mee willen afsluiten. Ja, wel fijn dat Jeannette dat even voor ons zo op een rijtje zet, ons meeneemt door de geschiedenis heen, ons even wat handvaten krijgt. Heel veel jaartallen, heel veel feitjes. Kan je het nog even samenvatten voor de kijker? Nou, ik heb ontzettend veel respect voor Jeannette dat ze dat zo eventjes op een rijtje zet. Het is echt heel ingewikkeld. Als ik even een paar hoofdlijnen, ik heb mee te schrijven. Wat mij altijd bijblijft is, er hebben altijd Joden en Arabieren in het land gewoond. Ik denk dat we dat vast moeten houden. In de hele discussie. In de hele discussie, altijd, alle eeuwen door. En ook dat tot 48
Joden die daar kwamen vanuit Europa. Nou, ik heb ook een taalleraar gehad in Israël. Die was in de 90, gaf mij taalles. Die is al in de jaren 30 is die naar Israël gekomen. Die hebben gewoon land gekocht. Dus toen het land werd ook gewoon gekocht, is ook geen handje pik. Dus, nou, dus ze wilden het ook verkopen. Precies. En wat natuurlijk gebeurd is met de oprichting van de staat en de aanval van de Arabische landen, is dat er aan beide kanten trauma's zijn. Aan beide kanten zijn mensen uit hun huis verdreven. Maar dat is nog geen landje pik. En ik denk wat Janette ook zei, in de oorlogen die zijn gevolgd daarna. Waar Israël wordt aangevallen. En als er dan dus in een oorlog dus het gebied verandert. Ja, dan kun je eigenlijk niet zeggen van dat wordt ingepikt. Ja, dat is het gevolg van de strijd die is geweest. Ik denk dat dat even een hele korte hoofdlijn is. Naast landje pik heb je ook nog spullenpik. Dat is misschien ook nog wel eens interessant. He, want er wordt natuurlijk altijd over 1948 een groot deel van de Arabische bevolking op de vlucht. Die we later Palestijnen zijn gaan noemen. Mm-hmm. Die noemden zichzelf zo toen niet. Mm-hmm. En dat waren naar schatting 700.000 mensen. Ja. Dat is heel erg. Even. Ja. Mm-hmm. Maar op hetzelfde moment, en dat is in een maand of wat, nou, laat ik zeggen een klein jaar, betekende dat alle Joodse gemeenschappen in alle Arabische landen en in Iran weg moesten. En die moesten rennen voor hun leven. Die hebben alles. Dus alle omliggende landen zijn eigenlijk leeg. En dat zijn 1,2 miljoen mensen, waarvan er 850.000 uiteindelijk in Israël zijn beland. Dat waren mensen die bijvoorbeeld uit Irak kwamen. Ja. Die daar 2000 jaar hadden gewoond, die families. Die woonden daar nog met Ezra en Nehemia. Die zijn nooit meegegaan terug naar het beloofde land. Ja. Dus die woonden daar millennia. Ja. Die waren rijk, die hadden land, die hadden huizen, die hadden fabrieken, die hadden een bank, van alles hadden ze. Dat hebben ze allemaal achter moeten laten. Dat is allemaal geconfiskeerd door de staat Irak, maar dat gebeurde dus overal. Dat bedoel jij met spullen? Ja, spullenpik. Ah. En dus die mensen belanden in tenten en die hebben daar jaren in tenten moeten bivakeren in Israël. Ja. En die zijn nu weer op verhaal, die zijn, hebben weer een baan. En weer, dus het is enorm, hè, want er zijn geen Joodse vluchtelingen in Israël meer. Dat zijn gewoon Israëli's, die zijn allemaal... Ja. aan de slag gegaan en hebben aan meegewerkt aan het land. De opbouw. Maar dat zijn de twee grote vluchtelingenstromen die er geweest zijn. Je zou bijna een spelletje kunnen spelen, zoek de verschillen. Ik bedoel, de vluchtelingenstromen waren ongeveer gelijk. Ongeveer gelijk. Maar als je nu kijkt naar inderdaad de Joodse immigranten of die naar Israël moesten vluchten, die hebben het nu goed. Toen wij in Israël woonden, wij konden niet aanwijzen, oh, die komt uit Irak, want kijk, die woont nog in een vluchtelingenkamp. Nee. Terwijl, als je nu naar Jordanië zou gaan, of naar Libanon, dan zie je dat die Palestijnse vluchtelingen van 48 daar nog steeds in een zogenaamde broederstaat, Arabische broederstaat, nog steeds in een vluchtelingenkamp wonen. Vaak tweederangs burgers zijn en daar dus een heel slecht leven leiden. En dus ze zijn bijvoorbeeld niet alleen... helemaal geen burger zijn. Daar wonen ze achter de hoogste muren die je kunt verzinnen. En die zijn door de Libanezen gebouwd. Een soort een bunker vol Palestijnen, zeg maar. Die mogen geen paspoort hebben, mogen niet werken, mogen niet naar school in Libanon. Dat is geen rijbewijs. Dus ik zit even vol verbazing mee te luisteren. Er is wel heel veel beschuldigingen vanuit de media over Israël. Daarvan hoor ik jullie nu vertellen. Ja, maar dat gebeurt juist ook in de omliggende landen met Palestijnse Arabische. Oh, zeker. Ja, zeker. Ik hoor het woord muur, ik hoor... Apartheid, het wordt natuurlijk altijd op Israël geplakt. Maar kijk even naar Libanon, kijk naar Jordanië. Inderdaad, het tweederangs burgerschap op Palestijnen hebben. Ja. Het feit dat ze een vluchtelingenstatus kunnen doorgeven aan hun kinderen en die weer aan hun kinderen. Ja, dat is natuurlijk absurd. En dat is apartheid. Maar dat is inderdaad hetgene wat dan Israël opgeplakt krijgt. Maar als je het goed bekijkt, dan zijn dat situaties eigenlijk in Jordanië en Libanon. Ja. En dat is ook zo'n verschil van, als jij zou zeggen, zoek de verschillen. Dus de Joden uit de omliggende landen moesten vluchten voor hun leven. Ja. Maar de Arabieren, die later Palestijnen zijn gaan eten, in het beloofde land, die konden daar gewoon een deel. Het is ook absoluut zo dat er ook inwoners van het land waren. Later noemden we ze Palestijnen, die moesten vluchten. Die ook echt moesten vluchten voor hun leven. Ja. Ook Joodse strijders hebben rond 1948 dingen gedaan die bepaald niet goed zijn. Maar er zijn er ook heel veel gevlucht op goed bedoeld advies, zogezegd, van de leiders van de Arabische staten. Die zeiden van, joh mensen, pak je koffers, vertrek nu, is goed voor je leven. Dan verlies je je leven niet. En als wij de Joden de Middellandse Zee in hebben gedreven, dan kunnen jullie weer terug naar je huis. Dus dat hebben de mensen gedaan. Maar Israël bleek uiteindelijk de bovenliggende partij. Ja. En ze konden niet meer terug naar hun huis. Oké. Okay. Ja, nou, er waren nog meer vragen over. Bijvoorbeeld ook aan jou. Hoe moeten we het nederzettingenbeleid duiden?
Misschien moet je eerst het woord nederzettingenbeleid even al uitleggen. Ja, dat kan ik inderdaad uitleggen. Ja, bij nederzettingenbeleid, mensen zien het op de foto als het goed is. Dan zie je een dorp of een stad met allemaal mooie huizen, et cetera. En die heeft Israël daar in de afgelopen decennia, eigenlijk nadat ze dat land terugveroverden van Jordanië, dat land weer onder controle hadden, zijn ze steeds meer gaan bouwen daar. Eerst begonnen met wachtposten, militaire basissen, zodat ze eigenlijk weer de veiligheid kregen in dat strook land, zodat ze voorbereid waren op een mogelijke invasie weer vanuit Jordanië. Nou, en daarna zag je dus dat ze de stukken land die Jordanië aan de Palestijnen had gegeven, waar voorheen Joodse mensen woonden in allerlei snippers en gedeeltes van de westelijke Jordaanhoever. Mm-hmm. Ja, dat ze die terugkochten van die Palestijnse land eigenlijk. Ja, nee, exact. En je zou denken van nou, die zijn 10.000 euro waard bij wijze van spreken, maar Israël betaalde 125% van de waarde van dat land aan die eigenaren, zodat ze ook nog eigenlijk een overwaarde kregen. En vervolgens werden dan op die gedeeltes land werden er nederzettingen gebouwd in de jaren 70, 80, 90 tot en met vandaag aan toe. Ja, en dat is dus echt een beleid om zo, nederzettingenbeleid. Dus het beleid in Israël om dat zo op te bouwen. Ja, iedere regering heeft weer zijn eigen beleid en de mate waarin ze dat doen. Maar het is inderdaad een beleid om, om dat gebied weer te bevolken. En Arabische, maar ook Joodse dorpen liggen daar naast elkaar. Ja. Trouwens, aardig om te weten misschien. Ik zie nu die foto, ik zit ernaar te kijken. Dat is vlakbij waar wij woonden in Jeruzalem. Dat is de nederzetting Har Goma. En misschien hebben we kijkers bij nederzetting het idee van nou, een gezellig klein dorpje of zo. Nou, Har Goma is een van de grootste zogenaamde nederzettingen. En de ligging van die nederzetting is ook heel bijzonder, want die ligt eigenlijk in de velden van Efrata. Ja. Dus zeg maar het gebied waar de herders uit Bethlehem, geboorte van de Heer Jezus, met hun kuddes rondliepen, daar ligt nu deze hele grote nederzetting met enkele tienduizenden inwoners. We hebben er nog eens gewandeld in de buurt en gefietst. Ja, ik heb altijd een beetje beeld. Kibbutz, boeren, bedrijf, agrarisch, alles met elkaar. Ja, als ik dan zo'n moderne stad zie, dat... Ja, dit is echt een hele moderne stad. Ja, goed, je ziet het op de foto wel. Het zijn allemaal flatgebouwen met soms wel 10 verdiepingen hoog. Appartementencomplexen. En daar wonen allemaal gezinnen met kinderen. Ik zei het al, tienduizenden inwoners wonen er in Har Goma. Dat is echt gewoon een stevige stad, ook naar Nederlandse begrippen. Ja, maar ik wil hem toch even scherp hebben voor de kijkers. Ja. Moeten de Palestijnen dan vluchten? Nou, nee, het is niet zo dat bij wijze van spreken van de ene op de andere dag een Israëlisch soldatenbataljon klaarstaat en met tanks een dorp binnenrijdt en zegt jullie moeten nu wegwezen. Wat wel gebeurd is dat dus stukken land worden gekocht. En wat ik al vertelde, met overwaarde. En dat vervolgens, en dat zijn vaak braakliggende stukken land. Hè? Dus het is niet dat een dorp wordt weggevaagd en daar een Joods dorp op wordt gebouwd. Maar het zijn echt braakliggende stukken landen. En daar wordt dan vervolgens een nederzetting op gesticht. Dus ik denk wel dat het goed is, ook voor onze kijkers thuis, dat beeld van, bij wijze van spreken, de bezetter die mensen wegjaagt, dat dus eigenlijk niet is wat er in de realiteit gebeurt. En plus is dat Palestijnen ook naar het Israëlisch hooggerecht kunnen gaan. Palestijnen kunnen naar de rechter gaan in Israël? Ja, om het aan te vechten. Dus als Israël plannen heeft, bouwplannen heeft of stukken land koopt, om daar bezwaar tegen te maken of beroep in te dienen bij de rechter. En het gebeurt ook wel eens dat de Israëlische rechter zegt van dit kan niet, Israëlische regering. Deze huizen moeten gesloopt worden of deze plannen kunnen niet doorgaan. Of dit moet in de koelkast gezet worden qua plan of iets dergelijks. Dus die moeten ook onafhankelijk... Dat zijn echt onafhankelijke rechters die dit echt doen. Ja, dat is de rol van de rechter, exact. Ja. Politie en leger voeren die opdrachten soms ook uit, hoor. En tot grote woede van zogenaamde settlers, dus Joden, die in nederzettingen wonen. Ja. Dan heb je dus een illegale nederzetting. Ja. En dan komt het leger, de IDF, die grendelt de boel af. En met shovels, dan alles gaat weer plat. Ja. Nou ja, dat haalt in Israël weer de voorpagina's natuurlijk. Ja. Dat lijkt me heel. Wat misschien nog iets is, nederzettingen hebben we toch altijd, en beleid, hebben we toch het idee dat het iets loesje is, iets kwaadaardigs of zo. Hè? Iets activistisch. Maar dat is dus helemaal niet. Het zijn gewoon kale heuveltoppen. En in, ik denk 90% van alle nederzettingen, zul je zo noemen, dat is op een kale, dat zie je hier ook gewoon. Ja, dus geen vruchtbaar land. Nee, helemaal niet per se. En kijk, voor Joden is dat gewoon, het is het land wat beloofd is door de Volkenbond en door de VN, door al die tijden en natuurlijk door de Bijbel. Laten we daar maar eens even beginnen. Dus voor hun is het niet, we gaan niet in het buitenland, we gaan niet iets annexeren. Dit is iets waar wij ook recht in hebben.
En dat doen ze dan op zo'n heuveltop. En dan, dat is in bijna alle gevallen is dat wat ze dan regeringsland noemen. Dus dat was eigenlijk eigendom van de Turkse regering, later de Jordaanse regering. En waar dan dat gedoe om staat met het leger, dat is dan dat er dan ook een stuk land blijkt ineens van een Palestijnse eigenaar te zijn. Ja. En dat wordt dan eigenlijk altijd, in alle gevallen moet dat ontruimd of verkocht worden voor een hoge prijs. Ja. Okay. Maar er zit dus niet iets kwaadaardigs achter. Dit zijn mensen uiteindelijk die voelen, hier horen wij, dit hoort ook bij ons. Mm-hmm. En we hebben hier ook recht. Mag ik daar een laatste vraag over stellen, ook van een kijker aan jou? Ik lees hem even voor. Radicale kolonisten op de westelijke Jordaan-oever maken lokale Arabieren het leven erg zuur. Hoe kijk jij daarna? Want Israëliërs hebben niet altijd een zachtmoedige houding, zegt de vraagsteller. Mm-hmm. Zoals wel verwacht mag worden van hen. Ja, precies. Het zijn de zachtmoedigen die de aarde zullen beërven. Ja, nee, dat zijn woorden van de Heer Jezus inderdaad. De kijker heeft een punt in die zin dat inderdaad de houding van Joodse settlers, dus mensen die in een nederzetting wonen, lang niet van alle settlers overigens, maar dat sommige settlers inderdaad bepaald niet vriendelijk zijn naar hun Arabische buren. Bijvoorbeeld olijfbomen, die worden afgezaagd. Ja. Soms zijn er opstootjes. Ze in heel wat gevallen ook wel redenen voor dat ze zo reageren. Omdat er dan weer iemand uit een settlement bijvoorbeeld is beschoten toen ze onderweg naar hun dorp reden. Ja. Maar los daarvan, kijk, het Joodse volk heeft de wet van God ontvangen. Dus je mag eigenlijk ook verwachten dat uitgerekend het Joodse volk ook leeft na de wet van God. Ja. En dat geldt uiteraard ook voor ons christenen. Wij hoeven onszelf niet vrij te pleiten. En in het licht daarvan vind ik het soms persoonlijk wel verdrietig om te zien dat men dan hun medemensen naasten zo behandelt. En wat ik ervan vind, dat is helemaal niet belangrijk. Maar ik merk ook dat er best heel veel Joden zijn, ook in Israël, die dat echt heel verdrietig vinden. Wij hebben ook bijvoorbeeld buren die het gedrag van settlers soms echt heel stevig afkeuren. En zeggen van ik schaam me ervoor dat deze mede-Joden zich zo gedragen richting Arabische buren, want vaak liggen de Arabische dorpjes op een steenworp afstand. Ja, en dit wordt natuurlijk heel erg gebruikt in de media, hè, om te rechtvaardigen wat er nu gebeurt. Dat kan natuurlijk onmogelijk.